Ja, dat klopt. Heb je spierballen getraind, jongen? Onthul ik de boot. Zuidoost en zo'n beetje rond de 2. Dat is de eerste bovenboei. Pizza's. Dit is jouw laatste standby actie. Moet je niet gaan opkijken als het uit. Is hier fantastisch. Al de CT-stokjes. 4, 5, 6. We gaan bijna overboord hier. Gaat hij hem halen? Net niet. Je hebt hem, joh. Net niet. De machine is 3,5. We gaan het even anders doen. Achteraan, hartstikke. Kwart over 4 hoor, staat Johan er al. Ja, helemaal klaar voor. Hebben de jongeren het een beetje in orde? Ja hoor, het meeste is prima voor elkaar. En wel helemaal en recht. Is goed? Ja. Nou, toppie. Ja, wat hebben we hier, Marieke? Kijk, Dit is de Van Eyck wisseltrofee. Een wisselprijs voor het Nederlands kampioenschap al een tijdje. En daarvoor was het dus de wisselprijs voor de locaties buiten Sneek. Marije Overdijk en Dürre Kooister waren de eerste. Ik trek hem even op maat hoor. Ja, dat klopt. Gelukkig heb jij leren kleuren op de basisschool. Zijn jullie van de aanmelding? Wij zijn van de aanmelding. Ja. Ja. Wel mooi uitzicht. Ja, hoe hier in liggen? Op de pijnbank. Oh, op de pijnbank. Dat mag hè? Dat mag hè, dat mag. Geen probleem. Wat hebben jullie meegenomen mannen? De nieuwe Flitsclub standby boot. Ruurt heeft dat verzorgd, de TLC. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Hij kan los. Je voelt het een beetje als je kindje, Vincent. Geboorte van kinderen is makkelijker. We zijn hier in Heeg verzameld. Redelijk unicum volgens mij dat we zowel met de flits, de schakels als de 30 kwadraten hier het NK mogen organiseren op deze prachtige locatie. Mij is verteld dat het jongste lid gisteren nog jarig was. Jij mag zo meteen samen met mij proberen die vlag omhoog te krijgen. Heb je spierballen getraind, jongen? Ja. En nog één. Nou kan je het zelf. Je bent er bijna. Top zeg. Oh, jongen. Vorig jaar bestond de Flitsclub 50 jaar. En hebben we met een heel groot team een lustrum kunnen vieren. Daarbij is ook geld opgehaald, onder andere dankzij een veiling, om te kunnen investeren in standby materiaal. Dankjewel aan de mannen van JLT, Jelte en Ruurt, om hem zogezegd hufterproof te krijgen voor de ouders die dan de rip bemannen. Ongeveer zo'n 30 jaar terug zijn we eigenlijk wat groter geworden met de standby, met de sloep. Die is al 30 jaar oud, die is grandioos onderhouden. En ik hoop over 30 jaar deze boot ook nog een keer rond te zien varen. Onthul ik de boot. Ik heb even wat dingen bij elkaar gepakt. Als de mededelingen zijn, en dan moeten we dat wel weten, dan is het deze vlaggenmast waar de grote vlag nu in hangt van Watersportvereniging Heeg. De hoge is het startschip, de lage van de twee met het kraantje erop. Dat is het finishschip. Schakel doet de autoloop, de dertiger doet de innerloop en de flits gaat rechtsop. Bovenboei over stuurboord, de spreaderboei over stuurboord en dan de onderboei over bakboord. Jullie hebben goed opgelet. Veel plezier en tot op het water. 12 uur starten. Ja, hoi Maarten. Wedstrijdleider van het NK flits en de schakel en de dertigers. Ja, wat is de voorspelling? Nou ja, hij blijft zuidoost en zo'n beetje rond de 2. Een knoopje of 5, 6, 7. Dus ik hoop 7. Je laatste NK in de flitsen, ja, hoor ik. Laatste. Spannend, jammer. Ja, wel. Maar een mooi jaartje. Wanneer ben je begonnen? Hoe oud was je? 7, denk ik. Ja. En je bent nou, mag ik het vragen? Ja, 16. 10 jaar flits. En ook altijd in deze? Nee, eerst nog in de IJsvijn. Fokkenis, maar daarna wel altijd in deze. En daar in deze. Dat is jouw bootje, hè? Dat is mijn bootje. Ik ben helemaal ingesmeerd. Ik denk dat het zonnetje door komt schijnen. Ja? Lekker een warme dag hoor. Is de crash geopend? Ja. Of gaan we nog even kijken op het water? We kijken vooral niet. We kijken wel even gewoon van boven. Oh. Boven? 1 september 2023, 33 flitsen. Het is 2 minuten 50 voor de start.
Weinig wind, windkracht 2. En we zijn vandaag ook fotograaf erbij. Wij zijn... Nee. 1 minuut voor de start, dat is de eerste bovenboei. Dan naar die. Ja. Dan moet daar ergens de gele liggen, die ligt daar. En dan gaan ze daar in de verte ligt het finishschip. Ik hoop dat ze allemaal naar de goede boeien varen. 10 seconden voor de start. Dit is de eerste bovenboei. Dit is boei 2. Er staat weinig wind. En dan moeten ze naar die boei. En vanaf die boei gaan ze helemaal onder naar die grote gele daar. Vandaag is de nieuwe rubberboot van de Flitsclub in bedrijf genomen. Dat hebben we al kunnen zien. Maar we hebben hem nog niet zien drijven. Hij kan achteruit en hij kan vooruit. We hebben tegenwoordig verlichting. We hadden geen verlichting. We hadden geen verlichting. Nee. Dus we kunnen nu ook gewoon de nachttocht weer gaan organiseren. Ja, we hebben een mooie sit ook voor de bijrijders. Ondertussen vaart er nog een flits. Dit is de eerste flits. Hier rondom over bakboord, dus die gaan nu voor de wind weer weg. En allemaal knopjes op dashboard. Oh. Nieuwe motor. En weer 15 jaar vooruit. We zitten hier bij de tweede keer de bovenboei. Dus ze hebben al een keer kruisgat gemaakt, zijn voor de wind geweest. En nu gaan ze naar beneden toe en dan gaan ze finishen. 20 minuten mag ertussen zitten tussen de eerste en de laatste. Ja, een spectaculaire beelden dan dit kan ik op dit moment niet echt maken. Finish van de eerste flits. En daarachter zitten de schakels al. Netjes, gefeliciteerd. Gedaan hoor, tweede plek voor jullie. Ja. Hartstikke goed. De wind leidde precies goed dat als je ging trekken dat ze dan goed naar de andere kant konden gaan. Dit is de boot met onze meest ervaren schipper. Zo ziet hij er ook uit. Oh, je hebt ook een ervaren schippersvrouw aan boord. Dat is een leuk setje toch? Ja, een leuk setje. Hoeveel? 8e. Tevreden? Ja, heel erg. Nou, laat het horen. Hey! Lekker zelf weer? Nee. Gezellig aan boord? Ja. Kijk, daar gaat het om, hè? Ja. Voor alle leeftijden. Alle leeftijden. Ik heb nog geen één flits zo snel zien gaan. De wedstrijdleider wordt in dit geval geleefd. Dus we gaan over 30 seconden gaan we de OW boven haar hangen. Wat hebben we hier, Viva? Pizza's. Pizza's? Ja. Is dit de fondue? Ja. De vegetarianen. Dan hebben we de pepperoni. Dan hebben we de margarita. Wat eet je meneer? En we hebben één zonder kaas. En dan zijn ze klaar. Ja. Nee. We hebben heel wat loodjes verkocht. Oh, die wil ik. Voor 212. Ja, ja. Dat ben jij. Gijs. Ja, kom op. Nummer 44. Hey. 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 10 uur is de eerste start. Achter jullie, als jullie gestart zijn, moet je niet raar opkijken als de uitstel erin komt. Want die uitstel is dan niet voor jullie, maar die is dan voor de schakels. Zodat jullie even jullie kruisrak een beetje weg kunnen zeilen. Lunchpakketje mee, neem genoeg water mee. Nou, dan gaan we lekker varen. Oh. We liggen hier bij de eerste bovenboei. Het veld ligt echt wel heel ver uit elkaar. De Bermuda trim ligt 1, Femke Vroeger ligt 2, en Matthijs 3, Olin ligt 4. De C'tjes zijn nog bezig aan het vechten in het kruisrak. Dit is de tweede bovenboei. Matthijs met Bas aan, die liggen 1.
Is dit jouw laatste stand-by actie hier? Dat hoorde ik net, ja. Ga jij de Flitsclub verlaten? Nou, dat eigenlijk liever niet. Maar ja, Marieke gaat de Flitsclub verlaten. Marieke gaat de Flitsclub uit en dan blijf jij niet hangen. Dan kan jij als ouder, moet je mee. Ga je mee? En wat gaat er na de Flitsclub gebeuren? Schakelzeilen. Schakelzeilen. Ja, hoe kan dat ook anders? Komt goed, hè? Ja. Dankjewel voor alles wat je voor de club gedaan hebt. Nou, dat valt best mee. Dan zitten we de laatste in de finish van de tweede wedstrijd. En daar vinden ze Bas en Matthijs als eerste. Hier komt Olin aan. Die heeft gisteren een wat minder wedstrijd gevaren. Maar hij zit er dus vandaag prachtig goed bij. 51 minuten ongeveer. Dus knap gedaan. Ik ben op dit moment op startschip. De startprocedure is al begonnen. Ik kan niet te hard praten. 4 minuten is net geweest. Ja, de lijn is schoon. 30 tellen voor de start. Kwart voor 1, 30 seconden zeg maar, voor de start van de derde wedstrijd. We liggen hier bij de pin. De wind is heel dun. 3, 2, 1. Ja, verder een mooie start hoor. De wedstrijd is afgebroken. Een hele dikke windshift. Zojuist heeft de wedstrijdleider besloten om de uitstel erin te hijsen. Met een 1. Het kan me echt niks schelen. Jullie zijn van thuisbezorg.nl? Bootbezorg.nl. Yep. Zo, we hebben de pauze erop zitten. Het is op dit moment 4 minuten. En daar, ik weet niet of ik het zie. Maar er zijn nog mensen die hebben bedacht nog te moeten plassen. En die komen niet op tijd. Die komen niet op tijd. Dan gaan ze niet meer redden. Het is de finish van de derde wedstrijd van vandaag. En de Borre pakt hem. Ja hoor. Borre pakt hem 1. Knap. Yay! Zojuist... start van race 4 van deze dag. En ze konden de lijn niet eens meer halen. De pin was niet meer te bezeilen. Matthijs was al voor het start zijn overstag over stuurboord. Ik dacht, we gaan de 3 kwartier wind, gaan we niet meer houden. Dus je gaat hem eruit halen voor vandaag. Ja. En dan hopen dat er morgen nog een pot gevaren kan worden. Ja. De wedstrijden voor vandaag zijn afgebroken. We gaan naar de wal. Dippen in de wind worden steeds dieper. Dus dat er steeds langer geen wind is. We hebben 4 potten, we hebben een NK. Hoe hard gaan we, Marcel? 60-70. Oh, ja. Never better. Johan, wat vind je van deze barbecue? Heerlijk, ja. Heerlijk, ja. Ja, vooral de satéstokjes, kijk. Ja, het ziet er goed uit. Ja, tijd voor de disco. DJ Gerrit! Oh! Dat zijn automatisch. Stilstaan, dan bestaat niet. Goedemorgen, 10 uur,
Er is een uur uitstel op dit moment. En dat betekent dus dat we nog om 11 uur een wedstrijd gaan varen. Er staat ook echt wel wind. Dus ik denk ook echt wel dat we een potje kunnen varen. En dan hopen we op een pot 5 en misschien nog wel een pot 6. 5 minuten zijn is net, heeft net geklonken. Boei C ligt hier. Dat is de bovenboei. Het is een heel kort rak. Er kan heel veel gebeuren in een hele korte tijd. 5, 4, 3, 2. Ja, 10 minuten zitten we op de geiboei. Dus dat wordt een wedstrijdje van een klein half uurtje, denk ik. Ja, netjes meiden! Gefeliciteerd! Knap gedaan hoor! Mooi mannen! Voor de Fritsen zit de vijfde wedstrijd erop. Die hebben gewoon dit met 5 wedstrijden gevaren. De wind is wel heel extreem naar rechts gedraaid. 2 minuten voor de start voor de Frits. Wedstrijd 6. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We zitten hier in het halve wind spreaderrak, maar het halve wind is geen halve wind. Hoeveel breed gaan ze nu om de boei? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dik gaan ze eromheen. We zitten in het laatste kruisrak van race 6. Oeh, dat is heel moeilijk te vertellen. Dit is het. Dit is de golven. Denk hem aan. Bijna op hier. Ja, Jamila is bijna bij de finishlijn. Nou, zo zou ik mijn zeilcarrière wel af willen sluiten in de flits. Een zonnebrandboot? Nee, geen zonnebrandboot. Er is een plasboot en er is een waterboot. En een mediaboot. Bijna 2:30. Zondag. Er staat nog wat wind. Hij is weer een stukje naar links gedraaid. En Maarten gaat het nog proberen om er nog een potje uit te trekken. 4, 3, 2, 1. Wij liggen hier bij de bovenboei. Dit is de eerste bovenboei van race 7. 10 minuten onderweg voor het eerste kruisrak. Nou, dat vind ik ook niet verkeerd. En Maaike komt hier met de 888 een rotgang aanzetten. Simmer, die komt tegen de boei aan en die gaat weer terug. Trek hem eromheen en ga dan draaien. Ja, dat is niet netjes. Nee, ja, maar dat, ja. Is, dat is niet netjes. En het, maar we snappen het gevoel als ze doen. Ja. Oh, Hede Jan, doe het nog niet. Hede Jan, jij durft echt met vuur te spelen. Oh, ja. Hij denkt, dit pak ik even 2 bootjes. Ja. Moet ik wel over die boei heen? Prik. Ik doe gewoon even niks. En daar zit Hede op de boei. En zal Hede gaan draaien of zal hij het niet gaan doen? Hede Jan draait, dat vind ik heel netjes. Eigenlijk had hij dat wat eerder moeten doen. Je hebt de view. Yay! Mooiste boei door dan ever. Jee! Je ziet dat hij maar achteruit weer gaat door de wind. Het is echt heel, heel, heel weinig wind. Snelheid is alles. Waar is alles? En peddelen, ben je klaar mee, Melle? Ja, helemaal klaar. Dan mogen we jullie feliciteren met dit kampioenschap. Ja! Nog een keer. Yay! Foto, nog 10 seconden. En dan is het. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, gaat hij hoor. Ja, net niet gefinished. DNF voor junior 1044, 2:16. Echt, het is op het randje. Dat betekent dat het NK officieel afgelopen is. Ik ga het
hebben nog een geheim overleg. 10 zijn. Dat we bij 10 zijn en dan ga ik Maarten. Ik heb geen idee waar Marieke het over heeft. Eigenlijk niemand. Je realiseert dat wij alle vlaggen, combinaties die er beschikbaar zijn in Racing Rules of Sailing, dat we die hebben gebruikt. We gaan het even anders doen. We geven de flitsglas tot nummer 3 geven eruit om het zelf even op te pakken. De medailles worden overigens uitgereikt door Marieke van der Veer. Kijk eens, allebei een hele mooie tijd. We kunnen ze keer. Maar we gaan eerst naar brons. Olly Vos en Melle Boekel. Dan gaan we naar de tweede plaats. Koen Bijlsma en Tijmen Kuipers. Gefeliciteerd jongens. En nog een beker. We hebben kampioenen. En dat zijn Nederlands kampioenen. En dat zijn Matthijs Vissia en Ben Nijhuis. En eer om deze nog uit te reiken, jongens, wat mooi. Die jongen, allemaal.